we have skaters from all over the world here for a high level championship here in Amsterdam. Goedenavond vanaf de Jaap Edebaan in Amsterdam-Oost. Ja, het geluid is hard, hè. Je hoort mij, ja, degene tegen wie ik het nu heb, dat is Lisanne Buurman. Dat is vandaag de co-commentator bij het WK Schaatsen, het studentenschaatsen. En we hebben al heel wat co-commentaar gehad. En je bent de eerste grote co-commentator. Ja, je hoort mij heel hard, hè. Ik hoor jou heel hard. Ja. We kunnen dat volgens mij iets zachter zetten, maar je hebt ook niet heel veel opstand van die knopjes. Misschien kunnen ze dat vanuit de regie doen. We gaan zo meteen beginnen, Lisanne, aan de 5 kilometer voor de vrouwen. En dan later op de avond hebben we de 10 kilometer voor de mannen. En als we denken aan 5 kilometer voor de vrouwen, dan denk ik dat het ook is. We gaan het zo meteen allemaal over hebben. We gaan het eerst over jou hebben. Hoor je me trouwens wat minder hard op dit moment? Nou, ik heb je iets over mijn oren gedaan. Dus, dan hoor ik jou iets minder hard, ja. Inderdaad. Jij bent een bekende in het schaatsen. Niet per se het lange baan schaatsen. Je komt echt uit de marathonwereld. Ja, klopt. Ik rij eigenlijk nu weer voor het eerste jaar landelijk. Dus echt in de topdivisie? Ja, in de topdivisie. En twee keer ook op Amsterdam gereden dit jaar. En op Amsterdam bedoel je hier op de Jaap Edebaan? Ja, waar we nu zijn inderdaad. Ja, want, de Jaap Edebaan. Want dit is de tweede dag, eigenlijk de derde dag. Want maandag was de officiële opening, de ceremonie. Gisteren was de eerste wedstrijddag met de 500 meters. En de 3 kilometer voor de dames en de 5 kilometer voor de heren. Maar het is de eerste keer 's avonds. Dat geeft toch weer een heel andere, hele andere sfeer. Ja. En dat heb jij denk ik wel vaker meegemaakt. Ja, dit is eigenlijk een van de mooiste banen. In ieder geval voor het marathon schaatsen om te rijden, vind ik altijd. Omdat je, nou ja, je ziet het met de lichtjes langs de baan. Het geeft gewoon heel veel sfeer. Vaak veel mensen langs de baan. Mm-hmm. Dus ja, voor een marathon vond ik het altijd superleuk om hier te rijden. Ja, en kan je er ook echt van genieten als je aan het rondrijden bent? Want je bent natuurlijk gefocust om zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Ja, ik wel. En vooral daarna, dan maak je misschien nog meer mee van die sfeer. Maar je rijdt gewoon buiten en ja, dat is toch hoe het schaatsen eigenlijk bedoeld is. Ja, dat is dat zeker bedoeld. Terwijl de baan klaar wordt gemaakt voor zometeen de 5 kilometer van de dames. De laatste, noem je die rode dingetjes die erop ligt? Blokjes. Blokjes, gewoon de rode blokjes die worden erop gelegd. Wat ik dan toch even nog wil weten, want dit is de oudste, dat heb ik vanmiddag ook gezegd, dit is de oudste kunstijsbaan van de wereld. In 1961 is deze gebouwd. Je zegt het is leuker om buiten te schaatsen. Het blijft toch een kunstijsbaan. Is het wel een fijne kunstijsbaan om op te schaatsen, zo'n marathon voor jou? Ja, weet je, met een marathon, ik heb altijd, iedereen rijdt onder dezelfde omstandigheden op hetzelfde ijs. Dus het is voor iedereen hetzelfde. Alleen met lange baan is natuurlijk, ja, het kan van de ene tot de andere rit heel erg verschillen. En de berichten zijn dat het vanavond ook nog kan gaan regenen. Oeh. Dus ik ben benieuwd wat er vanavond. Nou, veel regen hebben we al gehad, want gisteren plenst het behoorlijk. En dat was nog niet echt prettig, kan ik me voorstellen, voor de schaatsen. Het gaf op zich wel leuke plaatjes zo op de stream op. En wij hebben er ook niet veel last van. Wij zitten droog in een hokje net naast de baan. Kijken naar de deelnemers. We hebben 4 ritten. Tenminste, het staan er op papier. Waarbij in rit 2 is er niemand. En in rit 1 hebben we er eentje. Dat is Anna Kovaleva uit Wit-Rusland. Want er wordt gekwartet. Gisteren is dat ook even uitgelegd. Maar dan mag je ook nog even uitleggen wat dat precies inhoudt. Ja, als je in een kwartet start, dan rijden er eigenlijk 2 ritten gelijk op de baan. En nu zie je inderdaad dat in de eerste rit zie je een dame uit Wit-Rusland in haar eentje. En dan is vaak inderdaad de tweede rit, als er niet genoeg deelnemers zijn, wordt die leeggelaten. Lijkt me wel lastig, helemaal alleen. En dan in dit geval 5 kilometer lang. Ja, het zou ook niet mijn hobby zijn. Maar deze dames trainen natuurlijk specifiek op, ook op deze lange afstanden. En het voordeel van een kwartetstart, zeker dus voor de rit 3 en 4, is dat je vrij snel een richtpunt hebt. Of, mm-hmm. Of er wordt op je gejaagd. En dat kan wel een voordeel zijn. Zeker, er staat een flinke wind hier op de ijsbaan. Als jij dan een richtpunt hebt, als je naar iemand toe rijdt, kom je op een gegeven moment altijd
in een zuiging terecht. Dus ja, dat kan wel iets schelen als jij tegenwind iemand in gaat halen. Ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Dit is trouwens een livestream van NH Sport te zien op Facebook van NH Sport en de site. Verder rest maken wij ook nog de nodige reportages, interviews. En dat is ook allemaal terug te vinden op de site en de sociale kanalen van NH Sport. Volgens mij komen we steeds dichter in de buurt van de stad van de 5 kilometer van de dames bij dit WK schaatsen voor studenten. Zien we daar al Kovaleva? Het lijkt me een proefstart. Aangezien die jongen aan de buitenkant staat. En we beginnen toch echt met dames. Ja, nou ja, ik dacht misschien de rechter. Maar dat is ook een beetje moeilijk te zien vanaf onze positie vanaf het scherm. Maar dat twijfel ik ook over of dat Kovaleva. Het is misschien nog even wachten op de Wit-Rus. Heb jij zelf wel veel ervaring gehad met de lange baanschaats? Want ik kan me voorstellen dat dat een soort van opstap is. De 5 kilometer voor de dames, de 10 kilometer voor de heren. Richting het marathon schaatsen. Ja, nou, ik moet zeggen dat de 5 kilometer geen opstap is. Tenminste, niet voor de meesten niet. Maar ja, ik heb zeker bij de junioren ook gewoon van 100 meter tot... Nou, ik heb wel 2 keer een 5 kilometer gereden. Mm-hmm. Maar dat was niet echt... Nou, daar hoef je mij niet voor wakker te maken. Waarom niet? Ja, ik vind het gewoon te lang. Ik heb dan toch iets meer... Ik ben een marathonschaatster, maar ik heb toch iets meer sprintvezels. Oh, maar dat vind ik inderdaad wel raar. Je zegt het is voor mij te lang. En dan denk ik bij een marathon denk ik aan... Ik weet niet hoeveel rondjes jullie schaatsen, maar er zijn er soms een stuk of 60. Ja, maar dan... ja, het zijn er 80 zelfs. Ja. Maar in een marathon rij je achter elkaar aan. En nou ja, als je dan op kop komt, is het meestal een halve ronde of een ronde. En dan geef je weer over. En uiteindelijk... Ja, draait het om wie het eerst bij de finish is. En dan kan het zo zijn dat je alleen maar de laatste 100 meter zelfs op kop rijdt. En ja, daar komen die sprintvezels dan wel weer iets meer van pas als het gewoon een eindsprint wordt. Ja, dus eigenlijk heb jij veel meer met het sprinten. Ja, maar als we kijken naar de lange baanschaatsen dan met de langere afstanden. Terwijl je dan in de marathonwereld zit. Ja, maar niet dat echte starten. Mijn afstand was meer altijd de 1000 meter. Mm-hmm. Op een goede dag kan ik gewoon wel een goede 1500 en 3 kilometer rijden. Maar ja, mijn ambities liggen nu echt op de marathon. Maar inderdaad, ja, de meesten zijn wel ooit begonnen uit de marathon met lange baan. Ja, en dus het verhaal wat je net ook al vertelde, want ik vroeg je aan het begin van, is de 5 kilometer dan een mooie opstap? Je zei eigenlijk, voor jou niet. Maar dat is dus de reden, omdat het soms pas om het laatste gedeelte eigenlijk van die marathon draait, die laatste 100, 200 meter, omdat het vaak in een sprint eindigt. Ja, je ziet wel vaak dat het een massasprint wordt. Of een sprint van een kleine groep, maar dan is het uiteindelijk nog wel... Ja, handig, makkelijk, als je dus veel snelheid kan maken. Ja. Ja. Wat ik dan ook nog even wil weten, en dan wil ik ook bij je vertellen dat jij uit onze provincie komt, Wervershoofd, ja, vlakbij Horen. Ja. Dus je was en bent vaak te vinden op de kunstijsbaan, de West-Fries. Moet je ook nog even vertellen, het verhaal van Mariska Huisman. Dat is natuurlijk wel een van de bekendste marathonschaatsers, is inmiddels gestopt. Maar die ken jij goed. Ja, nou, jij doelt op het verhaal wat ik net heb verteld. Mariska is eigenlijk altijd wel mijn voorbeeld geweest. En als klein meisje, paste zij op bij ons. Ja. Grappig. Ja. En dan later ben je ook nog een beetje haar tegengekomen in het marathon schaatsen. Ja, klopt. Ik heb bij haar, bij Beter Open Haardhout, stijgenplank.com, zat ik bij haar in de ploeg. Of althans, zij zat bij Beter Open Haardhout en ik zat in de stijgenplank ploeg. Ja. Dit is een proefstad, hè? Ja, en dit zijn geen Sven Kramer en Patrick Roest. Nee, dat snap ik. Maar dit is dus een vorm van een proefstad wat ze nu aan het doen zijn. Want eigenlijk, ik kijk eens even naar de tijd. Het is een paar minuten over 9. En de officiële start van de dames 5 kilometer zou 9 uur zijn. Waarom doen ze dat zo'n proefstad? Want dat ben ik eigenlijk nog niet eerder tegengekomen afgelopen dagen. Of ik heb niet zo goed opgelet. Dat kan natuurlijk ook het geval zijn. Maar dat doen ze altijd ook? Ja. Even een proefstart om te kijken of de tijdwaarneming het allemaal doet. Oké. Ja. Ja, dan leuk onder de naam van Sven Kramer en Patrick Roest. Maar waarom, je zegt van, je hebt niet zo 1, 2, 3 een favoriete baan. Dat heb je misschien meer bij het lange baan schaatsen. De kwaliteit van het ijs of de weersomstandigheden. Waarom heb je dat minder bij, heb jij niet dat je denkt van, ik schaats wel heel graag op die baan of juist op die baan? Ja, ik schaats, het mooiste vind ik gewoon natuurreis. Ja. Nederlands natuurreis natuurlijk. Maar ja, onze collega zien we trouwens even in beeld. Dat is de verslaggever van NH Sport. Die doet de interviews en dat is allemaal terug te vinden dan weer op de site en sociale kanalen.
Ja, gewillig. Nou ja, Nederlands natuurreis, daar ben je natuurlijk afhankelijk van het weer. Mm-hmm. En dat hebben we inmiddels al een paar jaar niet meer echt gehad. Maar als we dan naar kunstijsbanen kijken, dan is Amsterdam eigenlijk wel een van de... Vind ik altijd een van de mooiste banen om een marathon te rijden. Die mag je graag komen. Ja. Ja. En hoeveel marathons worden hier dan per jaar gereden? Eén of twee. Tenminste, uit de Cup één of twee, ja. Ja. Meestal, het was altijd de opening en de laatste wedstrijd. En dan na de laatste wedstrijd ging iedereen de Jaap in. En een aantal haalden wel het centrum en een aantal niet, zeg maar. Dan moet je nog even meer uit. Gaan de Jaap in? Wat? Oh, sorry. Ja, de Jaap is de kroeg hier naast de baan. Ja. Ja. Dus dat wordt ook behoorlijk gevierd eigenlijk van alles rondom het marathonschaatsen. Ja, na de laatste marathon, tegenwoordig is dat dan in Leeuwarden. Daar wordt ook wel een goed feestje gevierd. Maar het was eerst altijd standaard de opening en de afsluiting hier in Amsterdam. Oké, ja. Dus marathonschaatsers mogen graag de gezelligheid opzoeken. Ja, dat sowieso. Ja. Nou, we hebben nog even de tijd, dus we kunnen even uitweiden over verschillende onderwerpen. En als ik denk aan de marathon... Dan denk ik ook snel aan Elfstedentocht. Gaat dat ooit nog goed komen? Want ik neem aan dat het voor jou een droom is om dat ooit te... Ja, ik heb hem... in 1997 was ik 3. Ja, dan was je een beetje te jong voor. Ja, ja. Mijn vader... ik had het laatst met hem over het kruisje. En hij zei, wil je hem hebben? En ik zei, nee, ik wil er zelf een verdienen. Maar al zien we nu de temperaturen die we deze winter hebben gezien. Ja. Het is niet één keer spannend. Of we misschien op een... wij noemen dat eigenlijk een veldijsbaan, zeg maar. Dat zijn dan de wedstrijden in Noord-Laren. Ja. Van die ondergelopen skielebanen eigenlijk. Dat is niet één keer spannend geweest of we die konden rijden. Dus daar was dit jaar geen sprake van. Nee, het is een hele warme wind. Ik zit even te kijken naar de temperatuur op dit moment. Vanmiddag was het 13 graden. Dat is er niet veel kouder op geworden. Het is 12 graden. En zeker als je zoals vanmiddag, toen we de andere afstanden hadden, dan met de lenteomstandigheden. En dan ben je wel gewoon aan het schaatsen. Dat lijkt me best wel een raar gevoel. Ja, ik sprak net Sanne in het Hof. Zij won de 1500 meter en die zien we straks terug in rit 4. Die zei, ja, gisteren was ik tot mijn onderbroek nat van de regen. En vanmiddag nat van het zweet. Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad. Maar je hebt het al over Sanne in het Hof. Inderdaad, zij won de 1500 meter. En zij pakte de bronzen plak. Maar dat is niet eigenlijk de juiste benaming. Want ze krijgen hier een soort van glazen plakken. Maar in ieder geval de derde plek had ze gisteren op de 3 kilometer. Maar je kent eigenlijk alle Nederlandse deelnemers persoonlijk ook. Nee, niet allemaal. Maar we zaten toevallig net... met Esmee en Sanne in de Jaap. Ja, Esmee Visser en Sanne in het Hof. Hoe kijken zij naar zo'n wereldkampioenschap zoals dit? Toch wel een beetje als afsluiting van het seizoen. De druk is hier niet. Nee. En Esmee is ambassadeur van het toernooi. Mm-hmm. Dus die zei, als ik dan ja zeg, dan wil ik ook gewoon rijden. Dus... Maar willen ze dan maximaal geven of is het een soort van meedoen leuker en gezelliger dan het winnen? Ze is natuurlijk wel de gedoodverfde kampioen gedoodverfde favoriet voor deze afstand. Ja, ze willen allebei even goed wel winnen hoor. Ja. Ja. En wel, wie zet jij geld vandaag? De grote favoriet, wat je net al zei, dat is gewoon Esmee Visser. Ja, want als we kijken ook naar de beste tijden. Vrouwelijke deelnemers van de 5 kilometer. Er zit nog een behoorlijk verschil tussen. Daar steekt Esmee Visser met 6,45 HPR. Een stuk bovenuit. Ja, zij is de enige vrouw in het deelnemersveld die ooit onder de 7 minuten heeft gereden. Daarna komt Sanne in het Hof met 7 minuten 10. Ja, richting die tijden zullen we vandaag niet gaan. Esmee was net al aan het grappen van niet gedacht dat ik ooit in mijn carrière nog voor een tijd onder de 8 minuten zou gaan. Want gaat het zoveel schelen? Gaat het dan echt over een minuut? Ik zie nu wel dat de wind een beetje gaat liggen. En Esmee gaf al aan dat ze in het begin in ieder geval in de buurt van Sanne ging blijven. Mm-hmm. Dus het doel is sowieso om het baanrecord hier te pakken. Ja, het baanrecord, laten we daar eens even naar kijken. Dus 7:52:40 op naam van Lucia Krieger. Ja, in 2011 gereden. Nou, dat moet er wel in zitten, toch? Daar ga ik wel van uit. Ja. Nou ja, we hebben nog niet zoveel baanrecords gehad. Eigenlijk alleen op de 500 meter met Matsui
De Japanner en Kuznetsova, ja, het zijn allemaal lastige namen. Dat werd allemaal gisteren verbroken op de 500 meter. Maar de 1500 en de 3000 bij de vrouwen en de 5000 bij de mannen nog niet. Nee, maar je zag ook gisteren onder andere op de 3 en de 5 kilometer dat de omstandigheden gewoon heel zwaar waren. Mm-hmm. Met regen, wind. De barenkors zijn waarschijnlijk onder betere omstandigheden gereden. Maar deze tijd van Lucia Krieger, 7:52. Ja, de 5 kilometer is ook een afstand die zeker op Amsterdam niet veel gereden wordt. Als je hem dan rijdt, dan kies je er eerder voor om het op een betere baan te rijden. Zoals Enschede, of Heerenveen of Leeuwarden. Mm-hmm. En ja, dus ik denk dat het barenkoor op de 5 kilometer voor vrouwen vandaag wel aangaat. Kijk, daar hopen we zo meteen op. Ja, het is nog steeds wachten. Ja, we lopen voor mij behoorlijk achter op schema. Normaal gesproken is het allemaal stipt op tijd. We zijn 9:10. 10 minuten hiervoor zou eigenlijk al de start plaats hebben moeten vinden van de eerste rit. En de eerste rit is Anna Kovaleva, de Wit-Russische. Die trouwens gisteren als vijfde eindigde op de 3 kilometer. Wat er precies de reden is waarom het zo lang duurt, dat weten we niet. We hebben in ieder geval een oefenstart gezien. Dat hebben we allemaal gezien, inderdaad. Ja, Kovaleva rijdt ook nog met de winterjas aan. Dus lijkt ook nog niet echt aanstalten te maken om naar de start te gaan. Ze rijdt nu ter hoogte van de scheid. Oké, we krijgen nu in ons oortje vanuit de regie te horen dat het nog 5 minuten gaat duren. Weten we ook wat de reden is? Oké, de speaker heeft omgeroepen dat het nog 5 minuten gaat duren. De precieze reden weten we niet. Nou goed, we hebben geen haast op deze woensdagavond, want het is zeer aangenaam met 12 graden langs de kant van de baan. Dus het WK schaatsen voor studenten. De hele week is dit aan de gang en dit is eigenlijk de tweede wedstrijddag. En we hebben morgen en overmorgen ook nog de nodige afstanden en onderdelen te gaan. En dat wordt dan afgesloten met een leuk feest, hoorden we hier net. Ja, er zijn nog kaarten, heb ik begrepen. Dus wil je bij zijn, wil je idolen ontmoeten. Ja. Bij het eindfeest? Bij het eindfeest, ja. Kijk. Dan leer je ze ook op een andere manier kennen. Ja, dat weet jij natuurlijk veel meer vanaf. Dan zie je Esmee Visser en Stan het Hof. En wie hebben allemaal nog meer? Matsui. En we hebben de bekende man uit het Chinese Taipei. Heb je daar al de verhalen over gehoord? Mr. Febo? Dat heb ik, ja. Maar verder heb ik er niet zo over gehoord. Oké, nou die is al heel wat afstanden is die in actie gekomen. Zou eigenlijk ook de 10 kilometer doen. Ik sprak hem vanmiddag even. Maar hij zegt, gisteren die 5 kilometer, dat was al behoorlijk pittig. Ik heb er toch maar van afgezien om die 10 kilometer dus niet te gaan rijden. Maar die zien we zeker nog morgen en volgens mij ook overmorgen weer in actie. Bij Lin Tai, dat is de naam van deze man uit het Chinese Taipei. En de naam Mr. Faber, dat komt omdat hij hier al 2 weken is. En hij mag graag, hij was wel gek op die kroketten en frikandellen uit de muur. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Deze livestream dus. Naast mij staat commentator om je nog maar een keer te introduceren. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Lisanne Buurman. Marathon schaatsen. Op topdivisie niveau. En jij gaat van ons vandaag van alles vertellen over deze afstanden. De 5 kilometer voor de dames en de 10 kilometer voor de heren. Het zal zo meteen moeten gaan beginnen met een paar minuten dus de stad. En dan beginnen we met de Wit-Russische Anna Kovaleva. Ken jij haar verder? Nee, nooit van gehoord. Nooit van gehoord, nee. Dat is, van de ene kant kan ik me voorstellen dat het schaatswereldje ook weer een klein wereldje is. Maar zo met al die studenten uit alle werelddelen en landen dan... Ja, weet je, de mensen die je op tv ziet, zeg maar, die ken je wel. Zoals hebben landgenoten Sueva bijvoorbeeld. Maar misschien heeft zij ook wel op tv gereden, maar zeg maar niet. Dat zeg je niks, maar we gaan dan zo meteen bewonderen. Ja, we zien haar wel voorbij schaatsen toch, daar met het trainingscheck aan toch? Ja, met een lange winterjas aan. Een lange winterjas is ze nog bezig. Ja, ze moet lekker op temperatuur natuurlijk blijven. En voordat ze zometeen wordt weggeschoten voor haar 5 kilometer. Ja, we zien hier rechts van ons, na de finishlijn, zien wij een soort van schotklok staan. En die geeft aan dat het nog 1:26 is tot de start. Dus ik ga ervan uit dat zij nu niet nog een rondje rijdt en haar jas uit gaat trekken. En dan zo gaat beginnen. Ja, ik zit even te rekenen. 5 kilometer, dat zijn... 12 rondes, hè? Ja, 12,5 zelfs. Ja, 12,5 ronden, ja. Dus even kijken waar zij is. Ja, jij zegt het inderdaad.
Die zal zo meteen haar training of haar lange winterjas uittrekken. Volgens mij is dat ook het geval. Dat zien we nu ook een klein beetje in beeld onder de graphics. Dus zij zal zo meteen gaan beginnen. En dat is dus over een klein minuutje. En ze moet het alleen gaan doen, want er wordt in kwartetten worden er gereden. Dat heb je net al een klein beetje uitgelegd. Maar dat betekent bij rit 3 en 4, die gaan dan tegelijk start. En dat betekent dat de eerste paar weg wordt geschoten. Ja. En als die halverwege zijn, dan wordt het volgende paar weggeschoten. Ja, het scheelt ongeveer 15 tot 20 seconden. Dus eigenlijk zodra het eerste paar weg is, wordt het tweede paar naar de start geroepen. En als ze vals hebben, dan wachten ze even. Gaan ze één of twee ronden later normaliter het nog een keer proberen. Mm-hmm. Maar we beginnen met een enkele rit. Ja, wat niet echt een voordeel is wat je al vertelde. Nee, je hebt nooit een richtpunt. Het enige voordeel is dat alle aanmoedigingen langs de kant wel voor jou zijn. Ja, daar hoef je niet over te twijfelen. Nee. Nou, ze gaat weg. Zo beginnen we dus aan de 5 kilometer voor de dames. We zijn een kwartier later gestart, maar dat hebben we prima volgepraat, Lisanne. We hebben het over van alles gehad en we gaan het nu hebben dus over Anna Kovaleva, die begonnen is. Wat ik dan ook nog even mis, die zou toch eigenlijk in beeld moeten zijn. Dat zijn de scores, want dan kunnen we natuurlijk ook hebben een beetje een idee van of ze goed bezig is. Ja, dat zien we nu dus in beeld. En dan zien we de eerste 200 meter. Ja, 22-2. Ja. Het stuk naar de finish toe heeft zij wind mee. En nu komt ze op de kruising waar zij wind tegen heeft. Mm-hmm. Je ziet dat de hand op de rug nog niet helemaal lukt. Nee, kan je eens even wat vertellen wat dan de specifieke techniek is bij de langere afstanden, bij de lange baanschaatsen, dus in dit geval de 5 kilometer voor de dames? Ja, meestal zie je wel dat de dames een handje op de rug proberen te houden om ontspanning te zoeken. Maar ja, soms met de wind wordt je balans even verstoord en dan kiezen ze er toch voor om een handje erbij te pakken. Dus dat is eigenlijk moeilijker bij een buitenbaan, waar je dus meer wind hebt en dus meer lastige omstandigheden, dan is het vaker het beeld dat er een hand wordt bijgezwaaid. Ja, nou ja, een aantal rijden nooit met twee handen op de rug. Die vinden het gewoon comfortabeler om met één hand los te rijden. Mm-hmm. Maar je ziet op de 5 kilometer zie je eigenlijk wel vaak dat de dames hun hand wel op de rug proberen te houden. Ja, wat vind je van haar stijl? Wat is het? Ik heb tenminste dat ik me laten vertellen vandaag. Dat er toch wel verschil in technieken zitten tussen bijvoorbeeld zij komt uit Oost-Europa en dan in vergelijking met de Nederlandse schaatsers. Ja, je ziet dat zij heel erg met haar bovenlichaam beweegt. Van links naar rechts. En dan denk ik dat het voor haar helpt om dan haar balans te zoeken. Terwijl het voor mij juist lijkt alsof dat... Ja, ze beweegt heel erg veel met haar schouders, zeg mm-hmm. maar. Ja. Ja. Heb je dat bij het marathon schaatsen? Dan heb je eigenlijk minder schaatsers uit Oost-Europa. Ja, niets? Nee. Nee, hè? Marathon is echt een Nederlandse sport. Maar af en toe heb je toch wel wat marathonschaatsers uit andere landen? Ja, zoals even kijken, een week voor het EK hadden we in Heerenveen een marathon en daar deden een aantal Polen mee. Claudia Pechstein deed mee. Oh ja, de bekende natuurlijk van wat is een jaar of 10 geleden die bijna alles won wat te winnen viel. Ja, nou ja, die rijdt nog steeds rond natuurlijk. Ja. Dus af en toe, zoals in de laatste marathon ook, dat was dan een week voor de World Cup, deed een Amerikaanse nog mee. Dus ja, als zij in Nederland zijn voor een langebaanwedstrijd, zie je wel eens dat ze overkomen en een marathon meepakken. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het gewoon echt een oer-Hollandse sport. Hoe kan het dat het zo populair is in Nederland dan, hoofdzakelijk? Ja, we hadden vroeger natuurreis en vanuit daar... is het marathonschaatsen op de baan ook geboren. Ja, maar dat heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld in Scandinavië of dat heb je in Oostenrijk. Ja, maar daar heerst niet echt een schaatscultuur. Nee. Nederland is echt schaatsland nummer 1. En je ziet ook altijd dat de dames... ik weet even niet meer wat ik wilde zeggen. Ja, je wilt misschien afgeleiden, want er staat iemand die maakt even een foto van jou. Ja, dat zie je natuurlijk niet op de livestream, maar je wordt even gefotografeerd, je wordt even vastgelegd. Ja, dat leid je natuurlijk even af. Ja, dus laten we het snel weer over het schaatsen gaan hebben. Helemaal goed. Nou, de fotograaf gaat er ook weer vandoor. Je bent vastgelegd op de telefoon. Laten we even naar Anna Kovaleva gaan. Ja, daar rijdt inmiddels halverwege. En zien dat ze rondjes 36 nu probeert vast te houden. Begon met rondjes 34. En dan zie je ook wel dat het... het zijn geen rondetijden die je kunt vergelijken met Heerenveen bijvoorbeeld. Nee.
Is het maar ik kan me voorstellen, zeker bij de 5 kilometer, bij de langere afstand, is het belangrijk dat tijden vrij vlak zijn? Ja, dat dat wel de opdracht is? Ja, je ziet meestal wel dat ze, dat noem je een steady state. Dat ze een tempo gaan rijden dat je makkelijk ronden lang vol kunt houden. Mm-hmm. En dan zie je meestal wel dat het op een gegeven moment wel lichtjes oploopt. Maar het is de bedoeling dat je ze zo lang mogelijk vlak houdt eigenlijk. Ja, steady state. Ja. Dat is de benaming dus om de tijden redelijk vlak te houden. Maar dat lukt niet helemaal bij Anna Kovaleva. Want je zegt dat de tijden gaan toch wel een beetje omhoog bij haar. In ieder geval, ze gaat naar het tweede gedeelte van haar race. Ze moet het alleen doen. We hebben 4 ritten. En dit is eigenlijk rit 1 en 2. Want je rijdt in kwartetten. Maar omdat er geen oneven aantal zitten, moet zij het helemaal alleen doen. Straks in rit 3 en 4. Dan zien we de Nederlanders in actie. Met onder andere SME Vissen. Winnares van de 3 kilometer van gisteren. En natuurlijk een beetje toch al de blikvanger van dit wereldkampioenschap. Zo kun je het wel stellen. Ja, zeker. De ambassadrice van dit kampioenschap is natuurlijk Olympisch kampioen op deze afstand. En doet elk jaar gewoon vooraan mee op de WK's. Mm-hmm. Dus ja, dat is zeker de blikvanger dit toernooi. Ja, en je sprak haar al voor de wedstrijd. En dat ze voor een baanrecord wil gaan. Ja. Kan Anna Kovaleva onder het baanrecord duiken? Ik zag wel net, zij kwam door in 4.41. En vorige week, gisteren reed zij op de 3 kilometer een 4.42. Dus ze rijdt harder dan ze gisteren deed. Dat geeft ook wel aan dat de omstandigheden anders zijn. Want meestal kom je op een 3 kilometer of op een 5 kilometer niet sneller door dan dat jij je 3 kilometer hebt gereden. Nee, maar dat is inderdaad opvallend. Een seconde sneller dan de tijd van gisteren op de 3 kilometer. Ja, ja, dus ik ben wel benieuwd wat de dames straks in ritten 3 en 4 gaan laten zien. Ja, we kunnen misschien even één keer zeggen wat het baanrecord is. Wat dus in 2011 is gereden door Lucia Krieger. En dat is een tijd van 7:52:40. Ja. Dat klopt. En we zien nu wel dat Kovaleva reed net even 1.39 en is nu weer terug naar de 38ers. Ja, maar dat gaat wel behoorlijk omhoog. Ja, maar je ziet wel dat ze een versnelling probeert te plaatsen in ieder geval. Is dat moeilijk? Want soms lijkt het allemaal heel makkelijk vanaf de zijkant gezien. Vanaf de zijkant is het zoveel makkelijker dan dat je daar rijdt. Ja. Maar dat was wel grappig, want vanmiddag was hij dus Tijmen snel. Ja. En die zei van, nou, hij is echt een 1500 meter specialist. En hij zegt, je gaat daar gewoon dood bij 1500 meter. Ja. De verzuring is zo enorm. Ja, de 1500 meter zeker hier. En als er een beetje wind staat, dan zijn de omstandigheden nog zwaarder. Als jij dan meer vanuit de 1000 komt, dan is het gewoon heel zwaar op zo'n buitenbaan. Dan komt het toch dichter. Of is het relatief makkelijker voor een man met lange adem om dan wat harder te rijden, zeg maar. Ja, en hoe hebben we, als je kijkt naar de 5 kilometer en qua verzuring, is dat ook echt een afstand waar je helemaal stuk gaat? Ja, stuk ga je sowieso. Ja. Maar ik kan me voorstellen, die houding. Ja, je ziet wel dat haar hoeken heel anders zijn dan de dames en heren op de korte afstanden rijden. Ja, laatste ronde trouwens voor Kovaleva. Leg het even uit, de hoek. Ja, ze heeft nu een hoek van, wat zal het zijn? Maar dan praat je de hoek van het bovenbeen en het bovenlichaam? Ja, nee, de knie. De kniehoek. Okay, de kniehoek. Ja, die is nu, wat zullen we ervan maken? Nou ja, dat is lang geen 90 graden in ieder geval. Nee, dat is eerder richting de 80. Ja, misschien wel hoger. Ja, ik bedoel de andere kant op, richting 120, 130. Ja, ja. Ja, dus, maar zij komt wel nu al in de buurt van het baanrecord. Ja, dus dat wou ik zeggen. Ze gaat het net niet halen, maar het scheelt niet veel. Ze rijdt wel hier onder de 8 minuten. Dat is zeker geen onverdienstelijke tijd in deze omstandigheden. 7:56:13 voor de eerste schaatsster van deze afstand, van deze 5 kilometer. Anna Kovaleva, geen baanrecord, want dat ligt een paar seconden lager op 7:52. Maar wat je zegt, een verdienstelijke tijd. Ja, denk ik wel. Ik denk dat ze rijdt nu 36 seconden boven HPR. Ik denk dat het niet slecht. Ik weet natuurlijk niet waar zij HPR heeft gereden. Dat kan ik voor jou opzoeken. Eens even kijken. Zij heeft haar beste seizoenstijd 7:20:39. En dat is ook haar PR. Die heeft ze in oktober 2019 gereden in Insel in Duitsland dus. Ja, Insel is over het algemeen wel een stuk sneller dan de baan hier. Dus ja,
ik denk dat dit gewoon een verdienstelijke tijd is. Een verdienstelijke tijd voor Anna Kovaleva. We gaan door naar de volgende twee dames. Want er wordt nu dus gereden in twee paren. En het eerste paar wat zometeen weg wordt geschoten is Anne-Marie Lindqvist, de Zweedse. En ze neemt het op tegen de Poolse Magdalena Cichon. Ken jij ze? Nee. En dit is een valse start? Ja, dit is een valse start. Waarschijnlijk, er was nog niet geschoten. Dus bewoog een van de dames bij de start of kwam over het lijntje heen. Ja, maar dat verwacht je niet zo snel bij een 5 kilometer een valse start. Meer bij de kortere afstanden. Ja, misschien stond ze toch niet helemaal stevig en bewoog ze door de wind. Ja. Dat zou kunnen. Maar Nu gaat het goed. Ja, je verwacht niet. Soms de eerste rit laten ze nog wel eens vals starten, zodat het ijs even uit kan harden. Mm-hmm. Maar het ijs was hier natuurlijk al lang genoeg uitgehard door de kwartier vertraging wat we hadden opgelopen. Ja, inderdaad. En dan worden ook de twee Nederlandse dames weggeschoten. Esmee Visser en Sanne Hof. De twee grote favorieten voor de winst op deze 5 kilometer. Esmee Visser natuurlijk de winnares gisteren op de 3 kilometer. Sanne in het hof. Zij pakte de derde plek. We kunnen ook even die andere twee erbij pakken. Want Cichon, de Poolse, Magdalena Cichon, zij eindigde net buiten het podium op een vierde plek. En dan hebben we nog Lindqvist. Zij eindigde gisteren op de 3 kilometer als elfde. Ja, moest ook gisteren in haar eentje starten. Omdat haar tegenstander niet op kwam dagen. De Zweedse heeft een PR van 8,37. Dus dat zal niet zo snel een bedreiging zijn voor de Wit-Russische. Nee. Dus ik ga ervan uit dat de derde plaats tussen de Poolse en de Wit-Russische gaat. En 1 en 2, de verwachting is dat die toch wel allebei uit Nederland zullen komen. Dat denk ik wel, want er moeten wel hele rare dingen gaan gebeuren. Maar sowieso hebben we alleen nog maar bij de dames oranje podia gezien. Ja, behalve op de 500 meter. Moet wel scherm blijven. Ja, klopt. Moet ik even nadenken. 3 kilometer was natuurlijk een volledig Nederlands podium bij de dames. 1500 meter ook. Ja, de 1500 meter ook vanmiddag. Ja. En gisteren inderdaad was dat niet het geval op de 500 meter. Nee, die werd gewonnen door de Russische Irina Kuznetsova. Ja. Maar de langere afstanden liggen de Nederlanders vaak ook weer beter dan de kortere afstanden. Ja, en je ziet nu wel een flink verval bij Sanne in het Hof. Het is te hopen dat zij nu wel die 36ers vast kan houden. Mm-hmm. Je ziet dat Esmee Visser, die heeft er eigenlijk meteen al wel zin in. Ja, ze is ambassadrice, dus ze moet het goede voorbeeld geven hier op de Jaap Edebaan. WK schaatsen voor studenten dus. En de dames zijn bezig aan een 5 kilometer. En dit is dan rit 3 en 4. Dat zijn ook de laatste van deze 5 kilometer. Esmee Visser, Sanne Endhoff is wat onbekende. Wat voor schaatsen is zij? Sanne heeft 2 jaar bij het team van Jack Ory bij Jumbo Visma gereden. Mm-hmm. Als stagiair. Wat houdt er dan in als je als stagiair bij Jumbo Visma schaats? Ja, volgens mij dat je gewoon mee mag trainen. En ook de wedstrijden wordt gecoacht door de trainer. Eigenlijk gewoon dat je hetzelfde als wat je eigenlijk bent als je stagiair bent bij je studie. Ja. Dan krijg je misschien een kleine vergoeding. En dat is het dan een beetje, zeg maar. Dus voor haar een hele mooie kans. En nu voor het eerste jaar bij het gewest Friesland. Mm-hmm. En je ziet wel dat zij... Dat is een talentencentrum, hè? Ja, je ziet dat heel veel talentvolle langebaners die geen plek krijgen in een... commercieel team, dat zij naar... het gewest Friesland gaan. Mm-hmm. En je ziet ook wel, zoals Melissa Wijfje bijvoorbeeld, ploeggenoot van Sanne in het Hof, dat die komt daar helemaal weer tot bloei na een mindere periode. Ja, want dat is ook wel vaak het verhaal. Als je bij die grote ploegen komt, dus zo, bijvoorbeeld zoals bij een Jumbo-Visma, dan is de druk daar enorm. Dat je daar niet altijd beter in gedijt. Ja, maar je hebt ook een trainer en een schema moet ook bij jou passen. Ja. Sanne heeft dan een moeilijk begin gehad van het seizoen. Geopereerd en uiteindelijk heeft zij wel gewoon een prima enkel allround gereden. Maar heeft zij geen WCKT kunnen rijden en geen,
geen WK of NK afstanden. Dus ja, voor haar is het nog wel een leuke manier om het seizoen af te sluiten. Zeker. De tijden, hoe zijn ze bezig, de dames? Nou, kijk je naar Esmee Visser, die rijdt nu 3:52. Nou, als je daar nog een rondje 35-6 bij optelt, komt ze door zometeen in 4:27. Ja, dat is ook weer 6 seconden sneller dan haar 3 kilometer tijd van gisteren. Dus de omstandigheden zijn beter dan gisteren. Ja, en ik heb het idee dat Annemarie Lindqvist het heel zwaar heeft. Ja, en ik heb het idee dat Chichon heel erg goed gaat. Want je ziet inderdaad, Esmee Visser rijdt dan 9 seconden ruim onder het schema van de Wit-Russische Kovaleva. Maar Chichon rijdt daar ook gewoon 7,5 seconden onder. Ja, want je zei eerst al een beetje de tweede plek, of de eerste tweede plek, Esmee Visser en de San Indhof. En Chichon en de Kovaleva, die om plek 3. Maar nu staat Chichon toch om plek 2 op dit moment. Ja. San Indhof rijdt momenteel rond op plek 3. Dus het zal tussen Chichon en San Indhof gaan wie er tweede gaat worden. Ja. En inderdaad, Esmee Visser, ze kan natuurlijk vallen, gaan we niet vanuit. Maar zij zal normaliter deze afstand wel op haar naam schrijven. Ja. Maar we zien wel dat Chichon het al enorm zwaar heeft. Haalt hier haar tegenstandster in. Dan weet je ook gewoon dat, dan zie je bij Lindqvist, zie je plus 30 staan, dus die gaat richting een tijd van hoog in de 8 minuten. Ja, dat wordt niet de beste tijd hier op de Jaap Edebaan. Wat wel grappig is, Lisanne, de deelnemers die moesten een formulier invullen over muziek en over andere hobby's en dat soort dingetjes. Wat denk je wat de hobby's zijn van Esmee Visser? Goeie. Ik heb bijna het idee dat ze het maar een beetje met een knipoog heeft ingevuld, want het zijn wel opvallende hobby's. Gok is iets. Jij zegt opvallende hobby's. Ja, noem eens iets. Het kan allemaal tegen je gebruikt worden straks weer, hè? Opvallende hobby's. Wat is een opvallende hobby? Knutselen? Ja, dat is nog vrij breed. Puzzelen, nou dan kom je aardig in de buurt. Haar hobby's zijn broodbakken en Japanse puzzels maken. Esmee Visser dus. En daarnaast studeert ze natuurlijk ook. Want het is een studentenkampioenschap, wereldkampioenschap. En ze studeert farmaceutische wetenschappen op de VU hier in Amsterdam. Lijkt me soms een lastige combinatie. Want je maakt heel wat uren hier op de baan. Ja, zeker. Maar zoals ze ook al aangaf in een interview, de meeste gaan op vakantie, maar hij duikt straks weer het lab in voor practica. Ja. Ja. Dus dan heb je er wat meer tijd voor. We gaan alweer naar het laatste gedeelte van deze rit. Kijken of, dat gaat sowieso wel gebeuren, dat Esmee Visser hier een baanrecord gaat rijden en ook de eerste plek gaat pakken. Maar dat gaat wel vrij aardig zo te zien. Ja, en het wordt echt spannend om plek 2, of die naar Chichon gaat of naar San in het Hof. Je ziet dat die twee echt heel dicht bij elkaar liggen. Ja, 600ste. Esmee Visser heeft nu ook de bel gekregen. Dus zij zal uitkomen op een tijd rond de 7:36 of zo. Ja. En San in het Hof moet er echt een eindsprint uitpersen, wil ze die Chichon van de tweede plek afhouden. En je ziet wel dat Chichon nu alles geeft. De laatste meters van haar 5 kilometer. Een tijd van 7:45:30. Een keurig eindsprint met 36:9. Ze heeft in ieder geval voor even het baanrecord in handen. Ja, maar Esmee Visser komt nu over de streep in 7:34. 69, ja, dat is het nieuwe baanrecord dus van de Jaap Edebaan. Esmee Visser net gereden, 6:34:70, nog een lichte correctie. En dan komt Sanne in het Hof binnen. Net niet, plek 3. Ja, die is aardig kapot gegaan. En dan zie je inderdaad dat de laatste ronde scheelt gewoon 2,5 seconden. En het verschil is 3 seconden. Dus het grootste gedeelte heeft ze wel in de laatste ronde verloren. Ja. De Zweedse moet nog door. Ik weet niet, Sanne heeft het nu door. Dat ze even aan de kant moet. Ja. Nou, dat is toch een tijd onder de 9 minuten. Dit jaar heeft ze een seizoenstijd van 8:56. Dus wie weet gaat die er nog aan. Het zal er omhangen. Dat is het enige spannende wat we er nu nog van kunnen maken. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, de beste tijd 8:56. PR is trouwens 8:37.
daar gaat ze niet aan komen, maar misschien wel haar beste seizoenstijd. Die heeft ze trouwens in de Hamar geschaatst. Ja, die gaat eraan. Die gaat eraan. Of net niet. Ja, net een paar tienden. Een halve seconde. Ja, een paar tienden sneller. Nou, dat is toch wel knap, want in de Hamar schaats je een stuk snellere tijden dan hier op de Jaap Edebaan. Ja, ze heeft blijkbaar gepiekt op dit toernooi. Ze heeft gepiekt op dit toernooi, ja. En dan zie je ook het klasseverschil. Zij rijdt een rondje 44-1 en Esmee Visser rijdt gewoon 36-1 als laatste ronde. Ja, het scheelt gewoon 8 seconden. Ja, dat is een wereld van verschil. Ja, als je 8 keer 12 doet, dan is het verschil nog groter. Dus Esmee is gewoon van wereldklasse natuurlijk. Ja. Zie je toch dat de andere dames het verschil eigenlijk nog wel aardig beperkt houden. Chichon die kleine 11 seconden achter Visser eindigt op plek 2. En Saminatov daar weer 3 seconden achter op plek 3. Dat is inderdaad vrij verdienstelijk voor de nummers 2 en 3 van deze 5 kilometer. Het zit er alweer op. De eerste afstand van deze woensdagavond. WK schaatsen voor studenten. We gaan ons opmaken en de baan ook. Die wordt weer klaargemaakt voor de 10 kilometer. Het gaat nog niet zo soepel. Het gaat nog niet zo soepel, nee. Maar dat hoort er ook bij, bij dit kampioenschap hier. Dus op de Jaap Edebaan in Amsterdam-Oost. Wij gaan even een kopje koffie of zoiets doen. En dan komen we zo meteen weer bij jullie terug bij de livestream van Enna Spot. Tot zo. And you are all welcome there. And the competition will continue with the 10,000 meters at 10 o'clock sharp. Op de kant van de baan bedoel je? Moet jou toekomen of van de vrijheid? Ik kom naar jou toe. Oh, je hebt de overall classification 5000 meter ladies. Esmee Visser is first. On the second place, Magdalena Krietsland. The third place, Saminatov. On the fourth place, Anna Kovalieva. And the fifth place for Anna-Marie Linkvist.
En hij staat zitten. Thank you.
Dames. In third place, bronze medalist. In the derde plaats, bronze medaille. Representing the Netherlands, Sanne in de Hof. In second place, silver medalist. In tweede plaats, zilveren medaille. Representing Poland, Magdalena Czyszczon. In first place, gold medalist, World University Champion. Op de eerste plaats, gouden medaille, Nederlands studentenkampioen, representing the Netherlands, Esme Visser. Attention to all skaters, you can start with your warm-up now.
Attention, competition will start in 2.5 minutes. All officials on the places, please. We zijn weer terug vanaf de Jaap Edebaan, de laatste afstand van deze woensdag, de 10 kilometer voor de heren. Het regende net behoorlijk hier in Amsterdam-Oost, maar dat is wel een klein beetje gaan liggen. Nog steeds altijd wel een beetje motregen hier. Wij zijn er mooi droog bij en wij zijn mezelf, Erik-Jan Brinkman, en naast mij staat Lisanne Buurman, topmarathon schaatster. En vandaag, je kijkt erbij van dat het overdreven is. Ja. Gewoon marathonschaatsen. Een groot marathonschaatsen. Nou, je zit wel op het hoogste niveau, dus dat vind ik in ieder geval heel knap. En vandaag geef je commentaar bij deze wedstrijden. We hadden net de 5 kilometer van dames gewonnen. Uiteraard door Esmee Vissen, maar toch in een nieuwe baanrecord. En met een paar minuten gaat hier de eerste wedstrijd bij de mannen beginnen. Dat is een enkelpaar, want er wordt in kwartetten gereden. Maar Jeroen Janissen en Victor Rammelen, dat is een beetje het kind van de club. Die maken zich klaar voor hun stad. Dat zal met een paar seconden, denk ik, gaat beginnen. Victor Rammelen die won de 5 kilometer. Dan zou je ook denken, dat ben je een van de favorieten. Maar jij had nog een beetje je twijfels gezien zijn seizoenstijden en PR. Nou ja, als je kijkt naar zijn tegenstander ook. Die heeft een PR die 11 seconden sneller staat. Mm-hmm. Nou zijn het allebei niet echt bijzondere tijden. Het zijn tijden van 14.06.9 en 14.17.38. Ik schrik er trouwens wel, want voor ons wordt het schot gelost. Ja, ze rijden inderdaad 25 rondes, dus de start is op de finish. Dus ja, inderdaad voor onze neus. Ja, want wij zitten in een hokje vlak achter de finishstreep. Dus stond ongeveer 2 meter achter de man die het schot loste. En dan schrik je toch wel even, moet ik zeggen. Want dat is tot nu toe nog niet eerder gebeurd. Ga verder met je verhaal, want de tijden nog niet... Nee, en we zien dan in het volgende kwartet zien we een Amerikaan. En die heeft toch een PR van 13.42. Dat scheelt Separin. Ja, dat scheelt ruim 20 seconden dus. Ja, die was dan gisteren tweede bij de 5 kilometer. Ja, dus ik denk dat het tussen Janissen, Rammler en de Amerikaan Separin gaat. Ja, nou, de twee heren zijn vertrokken. Kunnen even het een en ander vertellen. Jeroen Janissen, die komt uit Heerenveen, of komt oorspronkelijk uit de provincie Noord-Holland, uit Haarlem. En Victor Rammelen die woont hier in Amsterdam en die traint ook hier heel veel op deze baan. Hij is ook lid van SKITS, dat is dan de studentenvereniging voor het schaatsen, wielrennen en skileren hier in Amsterdam. Daar is hij dus lid van. En hij verwacht op de lange afstanden wel op het podium te verschijnen. Dat heeft hij dus keurig gedaan bij de 5 kilometer, de hoogste treden. En dat hoopt hij uiteraard hier ook, maar dat is dus nog even de vraag. We zien nog geen scores. Nee, en om even duidelijk te maken wie is. In de witte, met de witte armband rijdt Jeroen Janissen. En met de rode armband rijdt Victor Rammelen. Hoe wordt dat eigenlijk bepaald? Is dat een soort van loting of is dat ergens anders op gebaseerd? Ja, normaal is dat inderdaad een loting. En dan of met de computer of met de hand worden dan balletjes of iets uit een ton getrokken. Mm-hmm. Terwijl we de rondetijden in beeld krijgen inmiddels. Dan worden ze aan elkaar gekoppeld en dan, nu hebben we 6 deelnemers. En dan zie je vaak als er in een kwartetstart wordt gereden dat inderdaad in de eerste rit zie je dan 2 mannen. En de tweede rit blijft altijd blanco. En dan zie je als laatste kwartet, die zie je wel altijd helemaal vol dan. Ja, inderdaad. We hebben nog niet zoveel tijden gezien. Dat is eigenlijk de eerste tussentijd die we zien in de 33. Ja, 33-33 en 33-34. Nou, ik denk dat we het straks wel ongeveer kunnen gaan vergelijken als zij rond de 5 kilometer zitten, hoe ze ten opzichte van gisteren reden. Dus bij de dames zagen we net dat Esmee Vissen bijvoorbeeld 6 seconden onder haar 3 kilometer tijd doorkwam. Mm-hmm. Ik ben benieuwd hoe we dat bij de heren zien. Je ziet vaak toch dat ze rustiger beginnen op een 3 dan op een 5. En dat zijn mannen die allebei ook bekend zijn met het marathon schaatsen. Rijden allebei hun wedstrijd in het hoogste niveau daar. Dus ja, die zijn wel gewend om
veel rondes te rijden. Ja, maar wat jij eigenlijk al eerder zei, van, het is toch een hele andere tak van sport weer. Ja, zeker. Je rijdt nu in je eentje en af en toe op de kruising kun je er misschien achteraan. Maar dat is dan het enige moment dat je een beetje zuiging kan pakken. Mm-hmm. Maar hier moet je het vooral alleen doen. Ja, je zei al van jij bent marathonschaatser, maar hier hoeven ze jou niet 1, 2, 3 wakker voor te maken voor dit soort disciplines. Nee, voor een 10 kilometer helemaal niet. Voor een 10 kilometer helemaal niet. Heb je het wel eens geschaatst? Nee. Nog nooit? Nee. En de 5 kilometer af en toe, zei je? Ja, heb ik 2 keer gereden. Ja. Tot ik junior A was. Daarna heb ik gezegd, alleen als het zo goed gaat, het lange banen, dat ik ooit nog een keer een 5 moet rijden, dan rij ik hem. Maar nee, dat laat ik liever aan anderen over. Ja. Je zegt, je kent deze jongens. Je komt ze dus als de... Of je, deze komen schaatsen ook in het marathoncircuit. Ja. Dus je komt ze wel eens tegen. Ja, nou ja, zij rijden een wedstrijd altijd na ons. Mm-hmm. Dus ja, met Janus heb ik wel eens gefietst. Dan trainen we gewoon met zijn ploegen. Of mogen wij er af en toe achteraan. Ja. De, nou ja, bouw en techniek heette dat vroeger, nu heet het orkest. En ja, Rommler die komt hier uit de buurt. Ja. Dus ja, die ja, is eigenlijk wel, rijdt heel goede mastart. Dus ik verwacht daar zeker wel iets van hem overmorgen. Ja, dat is op vrijdag de massastart. Wat houdt er eigenlijk precies in? Ja, het is eigenlijk, ze zeggen een mini-marathon. Je rijdt een wedstrijd over 16 ronden. En daar zijn tussensprints. Maar eigenlijk draait het allemaal om de laatste sprint. Als je die wint, heb je gewonnen. Ja, met z'n allen het ijs open en eigenlijk een soort van wedstrijd. Ja. Waarbij je niet meer netjes in de linker of de rechterbaan hoeft te houden. Nee, ja, het is wel de bedoeling dat je het laatste rechte stukje lijn houdt. Mm-hmm. Maar ja, alles rijdt kriskras door elkaar inderdaad. Dat lijkt me best wel vermakelijk eigenlijk. Ja. Toch, er zitten meer dat wedstrijdelement in en het competitieve. Ja, het komt dichter bij marathonschaatsen dan bij lange baan. Zeker. Jeroen Janus, dus met de witte band. Die liep eerder dit seizoen, of eigenlijk begin van het seizoen, in de zomer een scheenbeenbreuk op. Ja, ja, die... Met sprongtrainingen. Ja, dat moet je ook helemaal niet doen. Wat zijn sprongtrainingen? Wat moet ik me daarbij voorstellen bij sprongtrainingen? Nou, dat je bijvoorbeeld ergens opspringt of een, nou je ziet, ze maken hier een, de bedoeling is dat ze een zijwaartse beweging maken. Mm-hmm. Dus dat je vanuit een hoek van 90 graden van je linkerbeen, nou ja, opzij drukt en dan op je rechterbeen landt. Oh ja. Ja, of een bokssprong bijvoorbeeld, dat je op een verhoging springt. Ja, het kan van alles zijn geweest. Of ergens vanaf springen, landen. Ja. Ja, daarbij moet je denken. Ja, maar dat is bij hem een keer goed fout gegaan. Daardoor brak hij zijn scheenbeen. Maar zo te zien schaatst hij weer vrolijk rond hier op de regenachtige Jaap-Edebaan. Niet echt de ideale omstandigheden. Dat hadden we gisteren ook helemaal niet. Toen viel er ook heel wat regen uit de lucht. Vanmiddag heerlijk het zonnetje. Beetje lenteomstandigheden. 13 graden, niks mis mee. Temperaturen liggen nog steeds wel vrij hoog. Maar daar maak je natuurlijk ook wel eens mee als marathonschaatser dat het zo had Ja, dus als de heren al wat rijden, wat lange marathons, dus die zullen vast ook een keer in Amsterdam hier een marathon in de regen hebben gereden. Mm-hmm. Ja, beide heren hebben gisteren natuurlijk ook een wedstrijd gereden, waarbij ze derde en eerste werden. Ja. En vanmiddag in het zonnetje zijn ze zesde en twaalfde geworden. Dat was op de afstand van de 1500 meter. Ja. Dus ja, als je dan naar die uitslagen kijkt, dan is in deze rit Rammler wel favoriet. En je ziet ook dat hij de leiding neemt. Maar terwijl Janus de snelste tijd heeft. Ja, maar dat zegt niet altijd alles. Nee. Misschien is het voor Rammler de tweede keer, terwijl ze nu rondkomen in 7-8. Dan zie je toch dat... Jannessen, dat was het 5 kilometer punt ongeveer. Jannessen reed daar 7.06. Dus die zit wel aardig in de buurt van zijn 5 kilometer van gisteren. En Rammler rijdt toch wel beduidend langzamer. Maar misschien spaart hij zich voor het tweede deel. Mm-hmm. Want ja, het is natuurlijk aan deze heren om een tijd neer te zetten. Waar de Amerikaan Sepperan zich zo meteen... op gaat stuk bijten. Ja, want dat is natuurlijk een beetje de grote favoriet als we kijken naar zijn beste seizoenstijd. En wat ook zijn PR is, die is 13.42. Nou, die ligt toch eens even rekenen. Zo'n seconde of 20, 25 lager en beter dus dan de Nederlandse heren. Ja, maar dat zie je ook bij de Wit-Rus.
Wit-Russen moet ik zeggen, die we zo in rit 3 en 4 gaan zien. Die rijden ook tijden van onder de 14 minuten. Mm-hmm. Ja, hier is het echt weer heel anders schaatsen, terwijl we zien dat het weer is begonnen met regenen. En ja, ik weet niet waar Ramler en Janussen hun PR hebben gereden. Dat kan ik voor je opzoeken. Ramler die heeft trouwens nog geen 10 kilometer geschaatst dit seizoen. Zijn PR komt uit december 2018 en die heeft in Groningen geschaatst, 14-17. En dan hebben we Janussen, die heeft dit seizoen in Haarlem. Oh ja, dat was afgelopen week inderdaad. De Bob de Jong wedstrijd is klopt. Dat dan. Ja, dat is niet zo ver lang geleden, 7 maart. Ja, die werd gewonnen door Mats Stoltenborg. Kijk, dat weet jij allemaal weer. Ja. Goed op de hoogte. De Bob de Jong. Ja, nou ja, Bob de Jong was natuurlijk een... ik weet niet precies hoe die wedstrijd heet, maar Bob de Jong is daar initiatiefnemer van. En ja, Bob de Jong is natuurlijk een 10 kilometer rijder bij uitstek. Mm-hmm. En vond, ja, de 10 kilometer wordt toch af en toe wel bedreigd of hij nog bestaansrecht heeft. Hoe komt het eigenlijk? Ja, mensen vinden het vaak saai om naar te kijken. Omdat het zo lang duurt? Ja. En tegenwoordig moet alles sneller, flitsender. En ja, 10 kilometer vinden mensen vaak niet flitsend om naar te kijken. Mm-hmm. Terwijl we hier, ja, vind ik toch een boeiend gevecht zien. Beide heren blijven dicht bij elkaar. Ja, Janussen doet zijn uiterste best om in de buurt van Ramler te blijven. En dan ben ik benieuwd als het straks echt richting de laatste 5 ronden gaat. Want je ziet nu ook dat Janussen een snellere rondetijd rijdt dan Ramler. Mm-hmm. En als je wel in het zicht blijft, ja, wie weet wat je dan nog uit je lichaam kan persen. En we zien ook dat Janussen speelt een beetje met de wind, heb ik het idee. Want hij rijdt op de kruising echt helemaal aan de buitenkant. Dus dan vangen de kussens waarschijnlijk nog wat wind voor hem. Ja. Dan probeert hij op die manier minder weerstand te krijgen van de omstandigheden. Oké, okay, dus dan kan je daar nog een beetje je voordeel uit halen door wat langer aan de rechterkant te blijven. Ja, dat zie je nu wel. Net reed hij een snellere rondetijd dan Ramler en nu scheelt het toch weer een halve seconde. En de vorige keer bij de kruising dat Ramler van buiten naar binnen ging, kon Janussen er nog achter. En dat is nu niet meer het geval. Nee. Dus Ramler versneld. Met nog 7 ronden op de teller. Ramler, ik zei het al eerder, is een kind hier van de club. Sinds zijn 4e komt hij al naar deze baan toe, de Jaap Edebaan. Dat is al een behoorlijke tijd. Hij is 23 jaar en studeert hier uiteraard ook in Amsterdam. Janus is trouwens wel leuk. Die gaat naar dit WK. Gaat hij met zijn vader een hike doen in Nepal. Oké, okay, bijzonder. Ik weet niet, hij gaat naar de Mount Everest. Ik weet niet of hij naar de top toe gaat. Dat lijkt me helemaal een uitdaging. Maar hij gaat in ieder geval een gedeelte dan wel... een heel groot gedeelte van die berg beklimmen. Ja, je ziet de meeste schaatsers gaan op strandvakantie of vooral zo min mogelijk doen. Dus hij heeft natuurlijk wel een deel van het seizoen gemist. Mm-hmm. Moest revalideren van die breuk in zijn been. Ja, grappig dat hij dan... Hij heeft nog energie over. Ja. Ja, maar dat is misschien ook een bevestiging dat hij vorige week dus in Haarlem zijn PR heeft gereden op de 10 kilometer, 14.06.91. En dan kijken of hij hier in het spoor kan blijven van Victor Ramler. In de stromende regen. Ben je trouwens fan van dit soort weersomstandigheden? Of doe je maar lekker droog en een zonnetje het liefst nog? Nou, dan moet je gaan fietsen of gaan skileren. Maar weet je, alle omstandigheden hebben iets. En ik kan me voorstellen dat dit de meest geliefde omstandigheid is. Maar ze rijden dezelfde rit, dus hebben dezelfde omstandigheden. Ik ben wel benieuwd wat er in de rit hierna gaat gebeuren. Deze heren zijn natuurlijk droog begonnen. Mm-hmm. Nou, zoals het nu lijkt wordt het niet meer droog voor het einde van de 10 kilometer. Dus die zullen straks zeiknat van de baan afkomen. Ja, het ziet er wel mooi uit trouwens. Zeker zo met die lichtjes rondom de Jaap Edebaan en dan de stromende regen. Ja, je ziet bij de afzet ook dat het water gewoon opspat. Is dat lastig schaatsen met zoveel water op de baan? Ja, sowieso wil je niet vallen natuurlijk. Maar met zoveel water is niet ideaal. Nee. Terwijl we nu zien dat Ramler echt wel afstand neemt van Janussen. Rondetijden verschillen ruim 1,5 seconde elke keer. Mm-hmm. Dat gaat hij niet meer goed maken in die laatste 800 meter. Nee, dan moet je
hele snelle rondes rijden. En, zien dat Rammler nog twee rondes moet. En dan gaat hij toch al wel in de buurt komen van het baanrecord. Van Mark Ooyevaar. Dat staat op 14-12. En met een PR van 14-17, die kan er zeker aangaan. Kijk, en dat doet hij dan toch zo in de stromende regen hier op de Jaap Edebaan, op de zware Jaap Edebaan. Ja, dat baanrecord is in 2015 gereden door Mark Ooyevaar. Je zei het al, 14-12-66. Daar is hij wellicht wel op weg naar. Toen is toch al bijna naar... waar is hij? Ik zit zelf even te kijken of hij nu hier voorbij komt. Ja, hij gaat nu toch al richting... Ja, nu gaat hij richting de laatste ronde. Ja, we zien Rammler... we horen de bel niet, maar die zou die nu moeten krijgen. De laatste ronde voor hem. Waar is de man met de bel? Zit hij niet op te letten? Dat hebben we inderdaad niet gehoord. En dat is nu ook het geval voor Janissen. Die gaat ook beginnen aan zijn laatste ronde. Hopen dat ze het zelf wel weten. Ja. Terwijl we bij Janissen een ronde van 37,4 zien. Dat is ook best wel pittig om 2-10 kilometers in een week te gaan rijden. Ja, dat wil ik zeggen. Ja, dat doe je niet zo vaak. Nee. Dat doet bijna niemand. Nee, want Victor Rammel heeft nog geen 10 kilometer gereden dit seizoen. En hij doet er even 2 binnen 7 dagen. Dat lijkt me inderdaad behoorlijk pittig. En... Rammelen gaat hier beginnen aan het laatste stukje. Nou, volgens mij is Rammelen nu gefinished. Oh ja. Want normaal zou je... Hij gaat nu weer naar de buitenbaan. Ja. En we zien ook dat er verwarring is. Als je in de buitenbaan start. Kijk, je ziet ook... Janus de kap ermee. Die is... Dit is heel raar. Die weet wel dat hij klaar is, ja. Maar je kan ook nooit in de buitenbaan finishen als je 10 kilometer in de buitenbaan start. Dus dit rondje is ja, even voor het publiek. Al heeft hij dat zelf niet helemaal door. Maar ja, Rammler rijdt wel een PR overigens van 3/10. Maar 14, dan rijdt hij geen PR. Ik vraag mij af... Maar Janus is nu toch ook alweer bezig aan zijn, wat hij denkt, laatste ronde. Maar ja, wij zijn in de veronderstelling dat ze al een ronde eerder al waren gefinished. Nou ja, volgens mij als jij aan de binnenkant start en je rijdt 25 ronden, kun je nooit in dezelfde baan finishen, nee, toch? Nee, bovendien de score gaf het ook aan dat ze... Ja, nou, ik ben benieuwd wat de jury hiermee doet. En, want op de finish hebben we de bel ook niet gehoord. Nee, inderdaad. Wij zaten te wachten op die laatste rondebel, maar die kwam er niet. Als ik kijk naar de reactie van Victor Rammelen, die is daar ook niet helemaal happy mee, want die heeft natuurlijk... Oh, de bel doet het. Hoor je nou? Ja, de bel doet... die bel is een beetje laat. Er is toch wat verwarring ontstaan. En dat lijkt me niet echt prettig voor de schaatsers. Want die hebben natuurlijk alles eruit lopen persen voor wat zij dachten de laatste ronde was. Maar dat was dus al een ronde eerder. Maar desondanks hebben we wel een PR voor Victor Rammler. Hè? Ja, die rijdt een PR van 3/10. Nou, dat is best knap onder deze omstandigheden. Ja. Als je PR in Groningen, dan geeft wel aan dat je stappen hebt gemaakt. Terwijl we aan het tweede kwartet gaan beginnen. En dat is Ethan Sepperen uit Amerika. Die klokte gisteren de tweede tijd op de 5 kilometer. En Alexei Kichpinik. Ja, die starten nu inderdaad in het derde paar. De mannen met de witte en de rode armband zagen we net, de Pool Simon Palka. En de Wit-Rus Yegor Domoratsky. Ja. Zo worden we even uitgedaagd qua aantal namen. Ja, en als ik het goed zie, is de Wit-Rus Alexei Kirpichnik niet van start gegaan. Nee. Dat hebben we al een aantal keren vaker gezien, gisteren en vandaag. Dat er toch mensen op de lijn staan die weg zouden moeten worden geschoten. Maar dat gebeurt dan niet. Wat de reden is daar onduidelijk van. Al weet ik er wel van eentje. Dat is Mr. Vebo, de heer Tai uit het Chinese Taipei. Die heeft toch besloten om ook bijvoorbeeld niet op de 10 kilometer te zetten. Al staat hij trouwens niet op de lijst. Maar die vond het allemaal een beetje te veel worden. Maar die wilde eerst op alle afstanden meedoen. Maar kwam er toch wel achter dat het net iets te veel van het goede was. Maar goed, Kichpinik is dus niet gestart, de Wit-Rus. We hebben dus 3 rijders op dit moment op de baan. Dat is de Pool Simon Palka, Yegor Domoratsky uit Wit-Rusland en uit Amerika Ethan Sepperen. En ja, wij denken dat Sepperen wel eens de grote kanshebber kan zijn op deze 10 kilometer. Ja, gezien zijn PR is dat het zeker. Al heb ik het idee dat hij rustig aan begint. En dat is ook zo, want je ziet meteen dat hij een achterstand van ruim 3 seconden al heeft op Rammler. Ja. Dat is de tijd waarmee vergeleken wordt. Dat hij de snelste tijd tot nu toe heeft gereden. En we hopen natuurlijk wel dat deze jongens wel op tijd de bel krijgen. Ja.
Daar gaan we straks vast en zeker nog wat meer over. We hebben hier collega Edward Dekker van NA Sport. Die gaat het zo meteen vast en zeker vragen aan Victor Rammelen. En dat is dan allemaal weer terug te vinden op onze site en sociale kanalen van NA Sport. Hoe hij dat toch beleefd heeft. Dat hij dacht dat hij nog een ronde moest, terwijl hij eigenlijk al binnen was. Het komt niet helemaal ten goede, kan ik me voorstellen, voor zijn eindtijd. Nee, als je het zelf niet door hebt. Ik had ook het idee dat het rondebord niet helemaal goed meeliep met de heren. Dat er nog een ronde extra op stond. En Jannessen leek het zelf al door te hebben dat hij dus klaar was. Maar het laatste stukje ging hij toch ook alweer aanzetten, Jannessen? Ja, ik denk dat iemand bij het publiek zei van je moet nog een ronde, omdat Victor Rammelen dus nog een ronde reed. Mm-hmm. Dat kan, maar dat is toch wel vrij frustrerend. Je traint ook hier, train je hard voor. Überhaupt trainen natuurlijk als schaatsers van dit niveau. Die trainen heel wat uren in de week. Ja. En dan verwacht je niet... Nee, daar train je niet voor. Nee. Nou, gelukkig is dit... ik wou zeggen maar voor heel veel schaatsers is het natuurlijk een hoogtepunt van het seizoen. Absoluut, ja. En dan wil je gewoon wil je niet zo eindigen. Nee, dat heb ik inderdaad... bij een aantal schaatsers al gelezen dat zij dit toch wel echt als een hoogtepunt zien. En dat zij maar wat blij waren dat ze hier geselecteerd voor waren. Dus dan kan het heel vervelend zijn dat je niet goed geklokt wordt. Ja, we zien nu dat Sepper een beetje nog zoekende naar zijn rondetijden is. Schommelt een beetje tussen de 3 en 34ers. Geeft nu toch al 5,5 seconden toe op de Nederlandse heren die in het begin gelijk optrokken. Ja, dat geeft toch ook wel aan dat de beide Nederlandse heren een scherpe tijd hebben neergezet. Ja, je zag in de rit van de Nederlandse mannen dat Rammelen zijn rondetijden aardig gelijk kon houden. En af en toe nog een versnelling kon plaatsen. En dat het bij Jannessen toch wel echt op was op een gegeven moment. Mm-hmm. Dus als Sepper niet te veel verliest op het begin. Dan misschien bouwt hij zijn schema natuurlijk af. Reed gisteren een tijd van 7.03. Was daarmee tweede. Als hij in dit tempo doorgaat. Dan zit er sowieso weer een medaille in. En dan is er alleen de vraag in welke kleur dat zal zijn. Ja, want Seppelen was in oktober dat hij zijn een PR en beste seizoenstijd schaatste. En dat was in Milwaukee in USA. Ja. Weet je wat over die baan? Want de ene baan is natuurlijk een stuk sneller dan de andere. Ja. En Salt Lake City is bijvoorbeeld een vrij, of een hele snelle zelfs. Ja, maar voor baan op hoogte moet je wel gewend zijn op een lange afstand over het algemeen. Mm-hmm. Daar is het verschil het minst groot met baan op zeeniveau. En Milwaukee is een baan op zeeniveau. Dus dat is dan eerder te vergelijken met bijvoorbeeld een Groningen waar Rammelen ook zijn. Zal iets sneller dan Groningen zijn. Maar er zit niet heel veel verschil tussen, wil je zeggen? Nee. Wel met Amsterdam natuurlijk. Maar en zeker in deze omstandigheid. We zien overigens wel dat het weer droog is geworden. Ja, daar hadden de Nederlandse heren net wat meer last van. Toen plens het behoorlijk had en nu is het inderdaad meer wat motregen wat er naar beneden valt. En de heren Palka en Domaratski zijn aardig aan elkaar gewaagd. Al lijkt het er nu wel op dat de Wit-Rus de pool moet laten gaan. Ja, gewoon zijn beste schaatser, die Simon Palka. Vrij lang. Ja, dat is een... Of lijkt althans een lange jongen. Ja, de reus uit Polen. En we zien nu dat Sepper een rondjes 35 gaat rijden. Dat verschil begint er wel behoorlijk te worden met, met Victor Rammelen. Die rijdt ongeveer op gelijke hoogte als Palka. Dat scheelt een half seconde. Mm-hmm. Terwijl Palka nu een rondje 35,5 noteert. En dan zie je gewoon dat het per ronde oploopt met ruim 1,5 seconde. En dan gaat het hard. Ja, dat gaat zeker. Want we gaan richting de 5 kilometer. Nu nog eens we kunnen straks even meten hoe ze ervoor staan. En kunnen een vergelijking maken met de 5 kilometer van gisteren. Ja, je ziet Sepperen die nu op 11.67 rijdt van Rammelen. En Palka dus op 11.91 zit. En dat scheelt 3/10 tussen beide mannen. En dan zien we dat de mannen een halve ronde van elkaar gescheiden zijn. Ik verwacht wel dat Sepperen zo meteen de Wit-Rus in de rug gaat kijken.
Dus dat zou wel een richtpunt voor Sepperen kunnen zijn. Terwijl ja. we nu naar de 5 kilometer... Nee, ze moeten nog wel. Ja. Kijken naar de rondetijd van Sepperen. Die rijdt 36,5. En dan verlies je gewoon ook heel hard op Palka. Mm-hmm. Die nu doorkomt met nog 13 ronden op het bord. Palka was trouwens gisteren de nummer 4 bij de 5 kilometer, net dus buiten het podium. Wat dus werd gewonnen door Victor Ramler, die nu nog steeds bovenaan staat. Tenminste, dat zijn tijd op de 10 kilometer die is een stuk scherper op dit moment dan de heren die nu aan het schaatsen zijn. En Seppelman werd dus tweede en Janus derde op die 5 kilometer gisteren. En Palka, die hier als beste naar voren komt in deze rit. Je viel net buiten het podium. Ja, Palka rijdt ook wel beduidend langzamer op de 5 kilometer. En ook Sepperen zit bijna 20 seconden boven die tijd. Ja, dat wordt nog een zwaar tweede deel van deze wedstrijd. Terwijl we wel zien dat Palka weer versnelt. Het verschil is nu 14,5 seconden met Ramler. Dan lijkt ook Janussen wel zeker van een... tweede plek, ja. Dan zien we wel dat Sepperen nu ook wat versnelt. Misschien bewaart hij het beste voor deel 2 van deze afstand. Terwijl het weer harder begint te regenen. Op de Jaap Edebaan in Amsterdam. Ja, je weet nooit wat je hier kan verwachten op de Jaap Edebaan. Zonnetje, regen, alles kan hier gebeuren. De weerselementen zijn behoorlijk van invloed. Ja, en zijn ook behoorlijk aanwezig deze dagen. Ze zijn heel erg aanwezig. Benieuwd wat er morgen gaat gebeuren, want er mogen ook weer de nodige afstanden hier op het WK schaatsen voor studenten. En vrijdag is dan de slotdag. Ja, we zien nu wel dat Sepperen echt wel duidelijk versnelt. Dus die heeft zijn 10 kilometer zo ingedeeld dat hij de tweede helft versnelt, maar ook Palka versnelt. Het zou ook kunnen betekenen dat de wind iets meer is gaan liggen, of dat het ijs beter gaat glijden. Allemaal dingen die van invloed kunnen zijn op rondetijden hier. Kijk, 33,8. Dat zijn rondetijden die op Ramler beginnen te lijken. Dat is een behoorlijke versnelling. Ja. In vergelijking met een paar rondes geleden. Ja, je ziet nu ook dat hij weer als het ware voor Palka rijdt. Het verschil met Ramler. Kijk, Palka ook hoor. 33,9. Dat zijn mannen die echt... het lijkt wel alsof ze een soort van tijdrit tegen elkaar aan het rijden zijn op de baan gelijkertijd. Ja, dat weten van elkaar dat ze behoorlijk aan het versnellen zijn. En ongeveer nog in dezelfde rondetijden ook. Toch zie je het vaker, zeker ook bij de echte toppers. Bij de 10 kilometer. Dat ze wel dezelfde tijden vaker klokken. Dat ze wel vrij vlak rijden. Ja, dat ze op schema rijden inderdaad. Ja. Maar dat is hier totaal niet het geval. Ja, kan wel. Is dat een bepaalde tactiek? Is daar een reden voor dat ze nu in één keer enorm gaan versnellen? Zit daar een gedachte achter? Of is dat gewoon, er komt in één keer weer heel veel energie naar boven? Ja, dat energie. Als je nu al je eindsprint inzet, lijkt me aardig vroeg. Mm-hmm. Met nog 8 ronden op het bord. Maar deze heren hebben duidelijk zo ingedeeld dat ze vooral in het tweede deel van de wedstrijd hun winst pakken. Ja, nog een 33 voor Sepperen. Ja, je ziet ook dat het verschil kleiner wordt met Ramler. Maar die 14 seconden lijkt me toch onoverbrugbaar. Ja, dan moet je 2 seconden per ronde terugpakken. Dan moet je 1.32 eens gaan rijden, dat lijkt me onmogelijk. Maar de tweede plek zit er zeker nog in, denk ik. Ja, dat gaan we zo meteen zien. En de tweede plek is nu nog in handen van Jeroen en Janussen. Die dus 10 kilometer binnen 7 dagen heeft gereden. Maar nog steeds een vrij scherpe tijd op de 10 kilometer vandaag heeft neergezet. Dan zien we hier Simon en Palka. Ja, we zien nu dat Sepperen de Wit-Rus Domaratski in het vizier krijgt. Dus dat kan ook een mooie gangmaker zijn natuurlijk. Terwijl Palka nu toch weer wat verslapt met 35-2. Heeft misschien toch zijn sprint te vroeg ingezet. Terwijl de Wit-Rus Domaratski nu rondje 36-6 rijdt. En Sepperen toch weer 34-3 noteert. Dan zien we hier... Oh, kijk, de bril gaat af. Ja.
Hij ziet niks meer natuurlijk door die bril. Nee, op een gegeven moment zitten er zoveel druppels. En ja. Ga je niet beter van zien inderdaad. Ja, het verschil met rammelen blijft nu aardig gelijk. De nieuwe Seppern die jaagt echt op Domoratsky. En dat zie je ook wel terug in de rondetijd van 33-9, waar hij net nog een 34er noteerde. Ja, dat is inderdaad wel prettig voor Seppern dat hij richting Domoratsky kan schaatsen. Dat is niet het geval voor Simon Palka. Die ziet in de verste verte niemand voor zich. Nee, maar je ziet nu dat inderdaad Seppern heeft Domoratsky ingehaald. En als Simon Palka zo doorgaat, dan ziet hij misschien zometeen ook nog Domoratsky op de rug. Ja, maar Palka die schaatsen wel weer een ronde van 33. Ja, en ook Seppern rijdt nu weer een rondje 33-5. Ja, dan ben ik benieuwd wat er op deze kruising gaat gebeuren, want net ging de een van binnen naar buiten. En nu is dat andersom natuurlijk. Nu gaat de Amerikaan van buiten naar binnen. Dus het leek er net op alsof hij de Wit-Rus al had ingehaald. Maar moest daarna naar de andere baan. Dus reed net twee buitenbochten. Dus daardoor kon Domoratsky, leek het alsof hij bij kon blijven. Maar nu neemt Seppern toch op duidelijk afstand ook van Domoratsky. Ja, dat is inderdaad behoorlijk tussen die twee. En het verschil is toch even teruggelopen naar 10,8 seconden, waar het net nog 14 was met rammen. Ja. Dus dan leek het er toch op dat Seppern hiervoor het zilver gaat rijden. Ja, ik denk dat Victor Rammelen rustig op zijn plek kan zitten en dat hij niet bang hoeft te zijn dat zijn gouden plak in gevaar komt. Want dat verschil is nog te groot voor de laatste 800 meter, ruim 10 seconden. Ja, ik wilde zeggen, hij kan zo aan zijn ereronde beginnen, maar ik denk dat hij snel de kleedkamers heeft opgezocht. Ja. Zou ik wel doen als ik hem was in ieder geval. Huldigingen vinden trouwens allemaal hier buiten plaats, net buiten de omkleedruimte en dan staat het op een podium. Ik heb trouwens te horen gekregen dat ze geen hand krijgen van degene die de medailles uitreikt vanwege het coronavirus. Ja, dus dat is dan ook nog weer van invloed, terwijl de laatste ronde nu wel duidelijk hoorbaar is voor Simon Palka, die we daar net niet hoorden, voor Victor Rammelen en Jeroen Janissen. Wie weet dus dat hij echt aan zijn laatste 400 meter bezig is. En dat is nu ook het geval voor Ethan Seppern. En je ziet nu dat drietje veranderen in een tweetje. Dus dat betekent dat Seppern nu harder rijdt dan Janissen. Ja. Het laatste rondje van Janissen was een rondje 37. Ja, daar ligt nog wel een marge inderdaad voor Seppern. Ben ik benieuwd wat Palka doet. Of hij er onder blijft of net erboven komt. Ja, je ziet dat hij dus net langzamer is dan Janissen. Dan zien we nu de finish van Seppern. Die de tweede tijd zal gaan noteren. Komt nu over de streep in 14:31:15. Dus dan is het podium bekend. Het podium is bekend. Maar dat betekent dus dat Jeroen Janissen buiten het podium valt. Nee, Janissen is derde geworden. Voor Palka. Oh ja, we zien het nu trouwens. Sorry, ja. Inderdaad. Dat betekent dus twee Nederlanders op het podium. Victor Rammelen. Eerste plek weer, net zoals gisteren met de 5 kilometer. En dan de Amerikaan Ethan Seppern op plek 2. En Jeroen Janissen. Die pakt de bronzen plak. En dat krijgen ze zo meteen. Dus allemaal, ik hoop voor hen niet dat dat buiten gaat plaatsvinden. Ja, op het podium naast de omkleedruimte. En dan komt daar dus het FISU, dat is de internationale studentensportorganisatie. Daar hebben ze een bepaald lied van, dat wordt dan afgespeeld. En dan krijgen ze van die glazen medailles. Maar dus zonder handdruk vanwege het coronavirus. Dus die krijgen ze wel om hun nek omgereikt, maar niet met een handdruk zoals dat normaal gesproken het geval is. Zo zie je toch wel dat corona nog wel hier ook aanwezig is op het WK schaatsen voor studenten. En dat is het laatste gedeelte van deze woensdag, deze lange woensdag. We begonnen eerder op deze dag met de 1500 meter voor de dames en de heren en eindigden met de 5 kilometer voor de dames. En dan zagen we al mooie uitslagen. Esmee Visser. Sanne in het Hof. Ja. Sanne in het Hof. En weer twee Nederlanders op het podium inderdaad. Ja. Ja. En leuk voor Victor Rammelen. Ja, thuispubliek. Thuispubliek. Thuiswedstrijd en dan je tweede gouden plak pakken. Dat is niet mis. Dat is zeker niet mis. En hij had het er al een beetje voorspeld. Dat was zijn ambitie om op het podium te eindigen. En als je dan twee keer op de bovenste treden staat, dan denk ik dat hij vanaf met een goed gevoel zijn bed instapt. Dat denk ik ook wel. Ja. Dat denk ik ook. Dat is het einde.
Ja, voor vandaag. Voor vandaag van deze livestream van Anna Sport op Facebook en op de site. Uiteraard zijn we er morgen weer. Jij bent er morgen ook bij, hè? Ja, ja. Morgen zijn we er weer bij met een 1000 meter voor de dames en de heren. En de ploegachtervolging, daar beginnen we mee. Ja, om 10:50, zoals dat eigenlijk elke dag hier begint. Dan zetten wij weer de livestream aan en beginnen inderdaad met de ploegachtervolging voor de dames, vervolgens voor de heren. En we eindigen de dag met de 1000 meter eerst voor de dames en de afsluiting is dan voor de heren. Met Lisanne Buurman. En Erik Jan. En Erik Jan, inderdaad. Wij zijn er weer bij en we spreken nog straks met, ik kijk even naar mijn collega Victor Ramelen. Ja, absoluut. Die gaat collega Edward Dekker interviewen. En dat is allemaal terug te vinden op de site en sociale kanalen van NH Sport. En dat zal ongetwijfeld gaan over die extra ronde. En we zien hier Esme Vissen. Die verschijnt nu ook op de sociale kanalen en de site van NH Sport. Dus dat kan je allemaal nog weer bekijken en luisteren en nalezen. En dan sluit het hier echt af op de regenachtige Jaap Edebaan. En hopelijk morgen weer met een zonnetje. Dat zou mooi zijn. Dat zou zeker mooi zijn. Leuk dat je hebt gekeken en een fijne avond.